Goedenavond allemaal. Hallo. Fijn dat jullie er weer zijn en dat jullie weer kijken. In onze vorige vlog, dus de laatste, hebben wij gezegd dat we even een tijdje uit de lucht zijn, dat we geen nieuwe vlog hebben voorlopig. En dat we daar onze reden voor hadden. Nou, die reden is er. Onze kleindochter is geboren en daar zijn we heel erg blij mee. Onze kleindochter heet Sarah en dat is een prachtig mooie naam. Dan hebben we een muts op, allebei eentje. Die hebben we mogen lenen van onze kleinzonen. Deze muts is van Brent en die muts van Judith, die is van kleinzoon Thijs. Jongens, dankjewel. Dan zullen we Lois ook nog even noemen. Dat is een kleindochter met alle vier de kleinkinderen nu benoemd. Ja, heel goed. Nou, in ieder geval, deze vlog willen we even een paar dingetjes laten zien. Het is het einde van het jaar, onze laatste vlog van dit jaar. Volgend jaar hebben wij plannen om een wat langere reis te maken naar Spanje en Portugal. Dat zal denk ik half januari vertrek van zijn. Ondertussen hebben we onze camper voorzien van een lithium accu. Daar heb ik wat opnames van gemaakt, dat wil ik jullie ook even laten zien. En wat we willen laten zien, dat hebben we al een hele tijd geleden opgenomen. En dat is eigenlijk per ongeluk gekomen. We zaten wat filmpjes terug te kijken, toen kwamen we weer tegen. Wij waren van zomer een einde van de vlog aan het maken, dus een afsluiter. En toen ging er wat mis. En wat er dan misgaat, dat gaat over deze periode van het jaar. Dat ging heel per ongeluk, maar er kwam er helemaal zo in. Gewoon een blooper. Ja, een blooper noemen ze dat. Nou, die gaan jullie straks helemaal aan het eind zien. Maar hij is wel leuk. Ja. Dus blijf even kijken. Alle nieuwe abonnees van de afgelopen weken, hartelijk welkom op ons kanaal. Blijf kijken. We gaan volgend jaar weer een paar hele mooie reizen maken. En weekenden, we gaan onze ABC alfabet tour afmaken. Dus er is voorlopig voldoende wat er in de planning zit om met de camper te gaan doen. Goedemorgen, het is zaterdag en we hebben plannen met de elektriciteit van onze camper. Ik heb de laatste tijd mee verdiept een beetje in de lithium accu's. Die gaan we vandaag inbouwen. En daar is nogal wat voor nodig, want er moet een heleboel verbouwd worden. Want er zit een loodaccu in. Die moet eruit. En op de plek van de loodaccu past dus niet de lithiumaccu. Dus we gaan de boel verbouwen. Ik laat jullie vandaag zien hoe we dat gaan doen. Eenmaal binnen zie je dat hier de accu staat. Dit is dus de nieuwe Super B accu. 100 ampère, dus voldoende capaciteit. De huidige accu, huishoudaccu dus, zit hier in deze kist onder dit bankje. Deze ruimte is te klein om die grote Nomina accu van Super B te kunnen plaatsen. Dus we gaan hem hier maken, boven de waterpomp. Daar gaan we een plateautje in maken, dat is dit plateautje. Dus hij komt eigenlijk hier bovenin te liggen. Ik laat je dat straks zien. Als eerste waar we mee begonnen zijn, hebben we de walstroomaansluiting verwijderd. En omdat ik eigenlijk wil dat op alle stopcontacten en alle verbruikers in de camper, ook al komt de spanning vanaf de accu, dat alle stopcontacten het doen, wordt er een omschakelstation tussen geplaatst. Het extra stopcontact zit hier. En ik ben al begonnen met de kabels trekken van de accu. Dat zijn die dikke kabels die hier liggen. Die moeten van deze accu moeten doorverbonden worden. Hier onderdoor. Hier onderdoor. En dan komen ze er hier weer uit. En na 2 dagen sleutelen is dit het resultaat. Hier is de oude accu weg. Hier het nieuwe laadapparaat voor de zonnepanelen. Die voorzien is van Bluetooth, zodat ik het af kan lezen op de telefoon. En aan deze kant, in de andere kist, zit de accu-installatie. Hieronder het gemonteerde stopcontactje. Hier de lader geplaatst. Bovenop de omvormer geplaatst. En daar zit de accu. Nu gaan we alles nog weer in elkaar zetten. De tafel er weer. En dan kunnen wij genieten van elektriciteit zonder walstroom. Ik kom eraan. Doe maar rustig, want dit is allemaal afknipmateriaal, zoals we het noemen. Zo. Zo, zie je dat? Gaan wij samen? Samen? Je hoeft niet zo. Je kunt gewoon blijven zitten. Gewoon normaal in de stoel. Gewoon normaal in de stoel. Niet op dat ding letten, gewoon op de... Hallo, goedenavond. Hallo. Dit is het einde van deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Zo ja, doe dan even een duimpje omhoog. Mocht je nog geen abonnee zijn op ons kanaal, kun je even op abonneren drukken, want dat vinden wij leuk.
even een belletje aanzetten. En dan ontvang je namelijk direct een bericht op het moment dat wij weer een nieuwe video hebben. Alle nieuwe abonnees, ook van de afgelopen dagen, hartelijk welkom op ons kanaal. Blijf kijken naar de komende vlogs die wij voor jullie gaan maken. Wij wensen jullie... Gelukkig nieuwjaar! En een fijne kerst. Ja, een fijne kerst ook. Ja. Maar dan kun je hem lachen. Knip, knip, knip. Voor je het weet is het zover. Dat klopt. Goed. Foutjes. Ja, ik stel hem even vast.